De Munnik. Naar Akkeheins Boersma. De aanvaller van Flevo Boys. Directe opening gevonden bij Van der Plaats. En de corner. Via het achterwerk van Roel de Goede. Corner van Postma. En de kopstoot. De eerste kans van de wedstrijd voor Tjeerd Korf. Oudbetaald voetbalspeler aan de kant van Flevo Boys. Nummer 10 uit de topklasse. Speelt tegen de nummer 14 met Ramic. Dat is de topscorer van Lisse. Twee doelpunten. Maakte hier bijna zijn derde. Maar schoot de bal naast. Goeie crosspas van Assa. Naar Korf. Korf zet voor en dan staat Akkeheins Boersma bijna op de goede plek. En trainer Willem Brouwer kijkt naar zijn ploeg. En in de beginfase creëert zijn ploeg meer kansen. Dit is een steekbal van Korf naar Komen. Met Moma Saoud. Ja, die gaat voor zijn doel langs verdedigen. Dat moet je niet doen. Overtreding geraakt van Akkeheins Boersma. Dan botsen daar een aantal spelers tegen elkaar. Is Mo Messaoud geblesseerd. Ook de keeper Mark de Vries. En loopt scheidsrechter Bakster naartoe. Zoontjes heeft ruzie met Komen. En twee spelers van Lisse liggen op de grond. Raar moment. Ja, Mo Messaoud moet niet voor het doel langs verdedigen. Dat ten eerste. Maar de overtreding van Akkeheins Boersma. En daarbij raken twee spelers geblesseerd. Overleg bij de assistent en Baks. Blessure bij de Vries. En dan legt Baks de bal op de stip. Een hensbal van Moma Saoud moet het dan zijn geweest. Die hier over de bal heen rolt en dan de bal aangeraakt zou moeten hebben. En Baks legt hem neer op advies van zijn grensrechter. En Postma scoort de onterechte strafschop. Moma Saoud moet natuurlijk nooit langs het doel verdedigen. Krijgt daarna de duw in zijn rug. Dat is een overtreding. Daar moet je voor fluiten. Dat doet Baks niet. En daarna maakt Moma Saoud hens. En Lisse gaat verder met een kansje. Kansje voor Ramic. Maar wat een raar moment dat Baks daar een strafschop gaf. Onterecht. En dus een onterechte voorsprong voor Flevo Boys. Hier de man in kwestie. Moma Saoud. En uitverdedigen van Flevo Boys. Supersepa naar Fokkema. Fokkema verliest de bal. Dan Supersepa met een stevige ingreep. Gele kaart gaat er komen. Nee, rood. Rood voor Supersepa. Is dat niet heel erg zwaar gestraft? Ja. Rood is daar zeker niet op zijn plek. En Supersepa heeft woorden met het publiek. Krijgt de hand voor de mond. En andermaal rood voor Lisse. Lisse dat de laatste paar weken vaak rood kreeg. Maar dit was een onterechte rode kaart. Een schot hier van Beunk. Normaal gesproken de aanvoerder van FC Lisse. Maar sinds kort is de band naar Zoontjes gegaan. Tweede helft. Van Eeuwijk in het veld gekomen. Direct gevaarlijk. Van Eeuwijk met het hoofd. Van Eeuwijk. Ja. Die bal gaat voorlangs. Lisse met 10 man. En een nieuwe speler. Martin van Eeuwijk. Kom in het veld voor Mo Messaoud. En gelijk gevaarlijk. Korf. Naar Van der Plaats. Van der Plaats naar Akkeheins Boersma. En het gaat makkelijk bij de ploeg uit Emmeloord. 2-0. Door de voorzet van Frank van der Plaats. En de kopstoot van Akkeheins Boersma. Zoontjes kijkt en de goede kwam te laat. En zo is het 2-0 voor de nummer 10 uit de topklasse. Die de vorige speelronde gelijk speelde tegen HHC Hardenberg. En dit is Van Eeuwijk. Zorgt toch voor meer dreiging bij Lisse. Schot vanuit de tweede lijn. Ramic met Van Eeuwijk in het 16 meter. Modou. Invaller, die krijgt daar de bal. Modou met een slap ingeschoten schot. Mist kracht. Maar Lisse met 10 man toch sterk. Dat mag je zeggen. Weber. Naar Ramic. Ramic met het rechterbeen en een verwoestend schot. Maar de redding van Altenburg mag er ook zijn. Lisse sterk met 10 man. Won vorige week een puntje in de resterende 45 minuten tegen Capelle. Hier wordt het dan gevaarlijk voor Lisse.
Als Flevo Boys dit niet afmaakt. Dan helpt de goede ze nog even. Komt de keeper uit. En gaat de bal er net niet in. Omdat Nandku Marsing de bal wegschiet. Ja, en hij legt nog even uit hoe je een bal er wel in kan krijgen. Een 100% kans voor Flevo Boys. Flevo Boys met Akke Heijns Boersmaat gaat nu heel makkelijk. Zijn tweede van de middag. Voorzet. Bekeken bal en de 3-0 voor Flevo Boys. Andermaal Akke Heijns Boersma. De grote bonkige spits van Flevo Boys. De Munnik naar Korf. Probeert het mooi gezien van Korf. En een goede redding van Mark de Vries. Die iets te ver stond voor zijn lijn. Maar uiteindelijk de bal prima pakte. Van Ewijk namens Lisse. Geeft de bal naar de linkerkant. Daar staat Raus. Dan komt Ramic in. Die scoort maar staat buitenspel. Lisse verliest met 3-0. Maar de omslag van de wedstrijd komt toch wel door die rare rode kaart. En de strafschop wat geen strafschop was. Krijg je eigenlijk vanuit een nietszeggend moment krijg je zowel een pingel tegen. Als vlak daarna je ook een rode kaart krijgt. Ja, en dan is de wedstrijd gespeeld. Zeker tegen deze ploeg die het gewoon heel goed uitgespeeld heeft. Ja, en daar alleen maar complimenten voor. Nou ja, volgende week mogen we weer met z'n starten. En dan moeten we gewoon tegen Hardenberg moeten we gewoon weer het goed doen. En natuurlijk is dit frustrerend voor iedereen. Maar ik zie dat wel met vertrouwen tegemoet.